wij hebben vorig jaar Swim 5 Cancer hier georganiseerd op 14 juli, dus bijna een jaar geleden. Wij zouden het om de 2 jaar doen, dus volgend jaar zouden wij weer hier zwemmen. Maar in 22 andere locaties, op 22 andere locaties, zouden de mensen het water ingaan. Maar door de coronacrisis is dat echt in het water gevallen. En hebben we alles stopgezet. Maar we willen toch aandacht vragen voor het blijven kunnen doen naar kankeronderzoek. Dus vandaar dat we met de actie bedacht hebben met burgemeesters en wethouders die het water inspringen. Om awareness te creëren voor het doen van kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer is een prachtige organisatie die we graag ook aandacht geven aan het onderzoek. En ik ben echt eerlijk gezegd niet van zwemmen, maar dit jaar, en ik wil graag aandacht hieraan geven dit jaar, omdat het door corona en de nieuwe maatregelen kan je niet met de grote evenementen aan de slag. Toen zei ik, ik geef graag aandacht aan jullie organisatie, zoals in andere steden, dat wij gaan springen in het water. En ja hoor, met 6 kinderen en met mijn man. Wat vonden de kinderen van het idee? Nou, eerst dachten ze, gaan we zwemmen, gaan we springen. En daarna heb ik verteld waar het over gaat. En dat was bij hun conflict. Koud, moeten we dat doen? En toen hebben ze gezegd, ja. Mijn vader is 2 jaar geleden overleden, ook aan kanker. En de oma dus de moeder van mijn man is ook 10 jaar geleden is ook overleden aan kanker. Dan weten ze dat het ook belangrijk is om meer onderzoek te doen voor het bestrijden van kanker. Ja. Wat betekent dit voor volgend jaar? Wat zit er nu natuurlijk in het coronajaar en volgend jaar? Moet ik hard oefenen en ik wil graag meedoen. Maar dan wil ik echt hard oefenen. Ik win echt niet van zwemmen. Maar als volgend jaar zo'n evenement wordt georganiseerd, dan beloof ik dat ik ga oefenen, dat ik meedoen. Als mensen ook dit jaar het initiatief willen steunen, kun je naar onze website gaan, swimtofightcancer.nl. En daar kun je doneren. Er staat een kopje burgemeesters en wethoudersactie. En daar kan je alle informatie vinden. Ja,